Ja, we maken een mix voor dingedong met het Nederlands en het Engels een beetje door elkaar. Omdat als je hem in het Nederlands zou zingen, dan is het tikke tikke tak. En het dingedong is bekender. Dus we doen het Nederlands, maar in het refrein zingen we wel dingedong en dan de rest ook in het Nederlands. Oké, gaat-ie! Is het lang?